Goed, wij gaan rijden op. Ik ga eventjes de dingen erbij pakken. Dat jullie niet weten in ieder geval op welke route dat is. Waarom doe ik het trouwens moeilijk? Ik stel hier gewoon de link in. Even kijken. Deze route. Ik zag hem toevallig dat iemand bij de problemen sectie had iets aangegeven dat. Nee, die moet ik niet hebben. Ik moet deze link hebben. Ja, deze moet ik hebben. Deze, ja. Even kijken. Beeld. Ah, hier. Wij gaan deze route rijden. Die, daar is een. Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een museumbaan. En die is gebaseerd op. Even kijken. Kan je ook even de website laten zien waar het van is? Het is deze website. Kijk maar ook een beetje heel de route. Het is dus geen fictieve route, het is een bestaande route. En ik had zoiets van, ik kwam deze tegen op het treinpunt dat iemand erover aan het klagen was dat hij problemen met die treinen. Ja, dan moet je gewoon die treinen kopen, dan is het opgelost. Toen had ik zoiets van, weet je wat, ik ga die aan jullie laten zien. En vooral aan Victor ben ik heel benieuwd wat hij er gaat van vinden. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van, Victor. Als eerste ga ik jou vertellen, ja, vragen. Wat valt jou op aan deze versie van deze 186? Valt je daar iets op? Hij is VSM zwart. Ja, dat klopt. Het is een zwarte. En niet zoals de DTG. Ja, dat ga je goed gezien. Hey Ruben, goeie avond. Real life sim. Eens even kijken. Nice shirt. Ik heb geen shirt aan, maar oké. Okay. Toch bedankt. Nee, de reden waarom ik dit dan. Ja, is geen probleem bij koploper. Maar de reden waarom ik dit aan jou laat zien, Victor. Dan hoeft koploper het zelf niet te maken. Dan kan jij lekker deze route rijden. Nee, just kidding. Nee, ik kwam deze tegen en ik vond het wel interessant om deze even te laten zien. Toevallig dat ik dan deze lok heb gekozen. Ik moet wel even snel even één ding aanpassen hier, want anders gaan we daar crashen en dat willen we niet. Voilà. Dus we zullen doen. Slaap lekker Gerwin, tot de volgende keer. Leuk in ieder geval dat je er was. Wij gaan even een beetje afremmen. Die werkt niet meer, Victor.
Voilà. Beetje op tijd zelfs. Dus ook even wat dingen erbij doen, zo. Kan ik jullie ook beter de route laten zien. Oh, daar staat wel wat leuks. Ja, dat dacht ik al dat je dat ging zeggen. Hey Ruben, goedenavond, welkom. We hebben hier de 52 aan de rechterkant. We hebben de DR44 en nog een DR43. Ook verschillende tenderlocks achter. Er is eentje voor kool, er is eentje voor olie. De kool staat trouwens daar. Eentje is voor kool dust. Ik weet niet precies hoe of wat het allemaal exact is. Wie is erop? Ik. Dat zijn deze twee. En er staat hier nog een 44. En dit is gewoon een normale kolenversie. En natuurlijk nog een klassieke 22. Goed, de route. Begint in principe hier, want dit stuk is nog niks aan gedaan. Ook al dat het een station is, maar goed. Kolenstof, ja, precies. Dit is de route stuk dat wij gaan rijden. Ja, dit ongeveer. We gaan nergens stoppen, we rijden gewoon in één keer door, want anders duurt het 3 kwartier en nu duurt het 1/2 uur. Ja, en ik was wel benieuwd om dit eventjes aan je te gaan laten zien, Victor. Wie gaat mij de 44 cadeau doen? Tja. Er zitten trouwens alle drie zaten erin, dat verbaast me ook. Het is een 44, die 43 met computernummer zoals de oliestoker genummerd werd. Oké. Maar ik moet wel zeggen, ik vind hem wel ontzettend mooi. Ik vind dat hij ook veel weg heeft van de 52, eerlijk gezegd. Ik weet niet of dat gewoon puur toeval is, hoor. Ja, ik zie het, ja. Dank je voor het opletten. Was ik helemaal vergeten. Als DTG die lok nu eens op Steam gooit, ja echt hè. Dat zou ook echt wel heel erg bruut zijn. Het is trouwens van Just Trains, geloof ik, als ik me niet vergis. Of niet? Nee. German IJzerbaan of dacht ik dat het was? Nou, ik weet niet 100% meer zeker. Volgens mij was hij van Just Trains. Ze willen niet hier iets wat in België is gebeurd. Nee. De 44 was eerder dan de 52. Oh, serieus, ja? Toch moet ik zeggen dat ik de 44 mooier vind dan de 52. Ik wou in instantie wel kon ik de 24 bijzetten, alleen netjes een geeft ze uit. Ja, oké, dat bedoelde ik precies. Ik wou ook nog de 24 bijzetten, maar die kreeg ik zo in toen niet gevonden. De uitgever van deze lok heeft de 41 ook uitgebracht. Is er ook een 41, ja? Hoeveel Duitse stoomlocomotieven zijn er eigenlijk allemaal niet in überhaupt voor Train Simulator verkrijgbaar? Heb iemand een idee? Dat weet ik dan wel, oké. Okay. 3? Ja, op Steam zijn het er 3, ja, dat weet ik. Maar daarbuiten, deze een kleinere. Een grotere. Ja, je hebt de 52, 24 en 86. Dat weet ik inderdaad. Nog geen eens heel veel op. Die 52 kan beter. Ah, oké. Okay. Dat is
Ja, op 10 mogen we vertrekken, dus we gaan zo meteen rijden. Nou, dit is wel de meest mislukte bus die ik ooit heb gezien. Dan heb je nog een mooie 220 staan. Daar heb ik ook diverse repaints van. Zo kan wel te vinden op de Duitse Railsim-site trouwens al deze repaints voor deze lok. En er zit deze onder andere ook bij. Nou, is geen probleem, zei de Darkness. Dat mag natuurlijk altijd. Oh, nice, nice, nice. Dus even kijken of ik die kan rijden. Ja, ik heb alleen die S-baan niet. En welke route is dit trouwens? Oh, dus de loopback. Ja, nee, daar kan ik helaas niet rijden. Nou, dat is jammer. Dan zat ik hem denk ik vanmorgen ingepland. Een special cargo time too. Oh, oké. Okay. Yay, we mogen vertrekken. Never mind. Richting naar voren. Let's go! Geen plan ervoor. Ik heb dit maar, wat ik al zeg, dit heb ik even snel in elkaar gezet. Ik denk ook niet dat dat er snel gaat komen. Waarom ook inderdaad de planning is om morgen Old Glory 4 te fixen. Ah, oké, cool. Ripketel. Zo, ripketel. Hij zal wel zien dat er heel veel dijken gebruikt zijn, dat dan weer wel. Dus dat vind ik zelf een beetje jammer. Die begint ook al een beetje te zien. Nou, kom op. Oh. Scenario vrij snel bouwen. Scenario's. Die over. Actually fixen, ja, oké, ik wou zeggen. Oké, 40. Wel mooie bomen trouwens die hier staan, dat moet ik wel bij, even bij zeggen. Dat, Zo. Dat verbaast me wel, dat hier echt mooie boompjes in zitten. Wat vind jij van deze bomen ten nu toe, koploper, die hierin staan? Rijd snel. Nog een beetje. Meer als voldoende. Mooi, dit zijn de zogeheten kloosbomen. Kloosbomen? Oh? Ik vind ze wel mooi. Ik heb hier toch mooie 20 fps, dus... Trekt op niks, ja, dat hadden we al gedacht, Mike. Ja, ik mis op een of andere manier alleen nog hier een, daar een bruggetje misschien. Tenminste, de laatste keer dat ik hier keek. Oh, we mogen 40. Voilà.
paar framepjes lost. En zo te zien is de brug er nou wel. Ja, nou is hij er wel. Mooi. Oh, rijd snel. Nee, straks zat die brug er niet in en nou in één keer wel. Dus dat is wel mooi te zien dat hij er nou wel in zit. Kijk, nou zit hij ook weer mooi. Mooi bruggetje. Prachtige route dit. Ja, dat viel mij ook op. Ik installeer tegenwoordig niet snel meer third party routes, maar dit vond ik toch wel echt een route dat ik zeg van wauw. Die wil ik wel eens even proberen, weet je. Ik weet alleen even niet of dit nou Zwitserland of Duitsland is. Volgens mij is het Zwitserland. Het is ongeveer, de totale route is ongeveer tussen de 16 en 20 kilometer lang. Het slingert wel lekker door de bergen heen. Dit is een fantastische landschap. Als ik al heb gezegd dat ik dus heel niet verder rest veel treinen tegenkom, of helemaal niet. Het was even snel in elkaar gefranst. Ik weet niet de shortcut voor GTS. Nee, ik ook niet. Voor gear down. Oh, de gears switcher, ja inderdaad. Volgens mij was dat inderdaad E en Shift E, ja. Het is trouwens ook een tijdje geleden dat ik daar met zo'n lock heb gereden. Ik moet ook even bij zeggen, niet in alle locks kan dat daar rijden ze draaien. Welke lock rij je? Want als je in een 361 rijdt, dan kan het alleen maar als je stilstaat. Als je met die Engelsen rijdt, zoals de 101 en 105, dan kan je wel tijdens het rijden doen. En 117 trouwens ook. Maar de 361 kan dat sowieso niet. Dan moet je echt weer stilstaan. Ik ben ook aan het twijfelen wat mijn volgende snelheid wordt. Oké. Okay. Is de 117 die is bukt. En geen problemen mee gehad. Ik weet wel dat je wel moet wennen aan de remmen. Dat wel. Maar voor de rest heb ik niet echt een bug of zo ontdekt in die trein. Ik heb wel een idee. Let op, dan komt hij met 186 daar aan. Speciale SSN-terreinen. Met 52-25-03. Zie je, ik had het verwacht. Die county route is ook een hele mooie, ja. Ik ga meteen even afremmen naar de 10. Een beetje. En dat dit wel aardig oké is.
Heel typisch dat we hier eigenlijk met 10 mogen. Ik heb geen idee waarom, ik denk met de overgang te maken heb, denk. Hierna gaan wij, moet ik heel even kijken, maar zover ik het... ik heb in principe nog twee scenario's hierna staan. De ene is gewoon met de 101, want ik wist even niks anders te bedenken op dat moment. En de andere is een workshop scenario. En dat is ook met een stoomtrein. En het is trouwens maar een heel kort scenario. En die andere is de 101 en, op de Hamburg-Hannover route. Carrière scenario. Van 50 minuten. Ik vind hem heel mooi, moet ik zeggen, die route. Engelse trein, leverie valt op. Ja, ik heb het vergelijkbaar iets naar van Joe de Vist gezien, ja. Lijkt of DB Schenker in één keer een hele invasie in Duitsland gaat doen. Ik denk inderdaad dat het met de overgangen te maken heeft. Overwege geldt ook daar gesloten. Ah, zo, op die manier, oké, okay, ja. Nou, kom op, 1, 2, 6, 9, 10. Die trek is altijd gezien met 40. Oeh, GG. Hey, welkom terug, koploper, welkom terug. Dus, even iemand reten. Lol. Het is geen probleem, het is geen probleem. Ook wel leuk. Hier, bij dit overwegje mogen we dan wel. Oh, omdat er geen stop natuurlijk zit, dat was het. Ja, ook een beetje te snel rijden. Oh, nou, net niet te snel rijden. Welk was dat ook alweer 155 met autotransport? Je bedoelt 185 bedoel je, Darkness, die ik van de week streamde. Ik durf niet precies te zeker te zeggen, maar zou je even op de Steamgroep moeten kijken. Je float niet, ik float hartstikke wel, alleen misschien dat je vanaf hier niet hoorde. Yes. Oh, hier mis ik dus nog die brug. Belgische verkeersborden. Oeh, wat, waar? Belgische verkeersborden. Anyway. Oké. Professioneel genegeerd. Nou, dat is ook een manier. Ik vind het ook wel weer stiekem mooie boompjes eigenlijk, hè. Oh nee, dat was inderdaad... Nou, je zegt inderdaad... Dat klopt, Darkness, inderdaad. Ik moest even denken, maar je hebt hier nat gelijk.
Ja, meestal kan je het gelukkig allemaal wel terugvinden in de lijst. Even kijken. Maar de Northbound car transport, dat was inderdaad met een 85 inderdaad. Als ik zei. En de andere car... Oh, dat was de heavy metal dat ik met die 145 op dingen reed. Boosheim. Dan is het denk ik al langer geleden dan ik dacht. Maar goed, anyway, maakt niet uit. Ik onthoud het ook niet altijd allemaal. Daarom is het maar goed dat we dit dingetje hebben gemaakt. heb je een goed idee voor het volgende? Nou, mooi. Hey, NSN 1001, goedenavond. Geen probleem over je jongen, tot zo. Ik weet dat we hier iets te hard rijden. Zijn we al voorbij dat ene stukje gekomen? Ja, daar zijn we al voorbij gekomen, ja. Ja. Dit gedeelte heb ik zelf ook nog niet gezien, dus vanaf hier wordt het voor mij ook heel spannend. We hebben vanaf dit stukje al gereden, dus nu gaan we dit stuk nog doen. Hartstikke mooi. Laat ik weer mooi afremmen naar de 10. Ja, klopt, die is inderdaad van. Nou, je hebt tegenwoordig 243, zoals ik me niet vergis, op Steam. Maar de meest bekende is inderdaad de 143, ja. Hey Sim, goedenavond. Welkom. Leuk dat je er bent. Is trouwens ook het scenario waar ik gisteren aan het rijden was toen we in gesprek zaten. Player Train has left pad, game over in 37 seconden. What the f... Dus wie kan dat nou? Nou, toevallig wist ik dat het goed ging. Oh, je gaat pad weer op. Ik denk het. Heb ik zelf ook niemand niet naar gekeken. Heb ik gezegd dat hij wel of niet goed zong. Maar ik vond het wel humoristisch. Weer zo kapot. Ja, ik denk het. Ja, ik heb hem ook ingesteld dat hij gewoon over alle wissels heen kan wat hij maar wilt. Zo heb ik het dan weer wel ingesteld. Dus daarom dat hij in principe niet over wissels zou crashen. Leuk Victor, leuk. Nee, dus ik heb in dit scenario heb ik verder geen treinen meer gezet. Omdat ik gewoon eigenlijk meer een beetje een presentatie of een ik wou jullie laten zien. Of deze route eigenlijk gewoon algemeen even laten zien. En hoe die eigenlijk is, zeg maar. Dus ik heb hier eigenlijk nog geen echte scenario mee gemaakt. Plus het is ook een museumlijn. Dus daar komt er sowieso niet veel over. En het grootste deel is het ook allemaal enkel spoor, dus er zijn eigenlijk weinig. Goedendag.
Und guten Tag. Ah, Fahrplan und Liebzeit 2016. Mooi, dat geluid. Nee, niet dat geluid. Rip airs. Ik zei trouwens, zei dus deze keer dat ik een off-pad arrow zie. Nou, ik heb het al vaker gezien. Nou, hier stond ik ook even zoiets van, what the heck? Maar ik weet precies wat hij dat doet, want ik, ja, het waren maar twee, het was gewoon twee spoortjes en die kwamen terug op hetzelfde. Er kon niks van fout gaan in principe, maar ja, het was anders wel heel typisch geweest. Hey Sander, welkom en thanks voor de host, man. Super daar. Misschien een domme vraag, maar wat is de bedoeling precies? Museumlijn is dat gewoon een naam voor een route of kan. Dit is toevallig gewoon ooit een bestaande route geweest en er is toevallig tegenwoordig een museumlijn. Een dergelijke. Mijn origineel naam vind ik zelf een beetje lastig om uit te spreken. Ja, dat is nog een beter gezegd inderdaad. Meestal een museumlijn is of een buitendienst gestelde spoorlijn die bedoeld wordt voor dat soort dingen inderdaad. Ja. Dus meer museumdoeleinden, zeg maar. Ja, ik vind het wel leuk. Dit is ik weet niet zeker, maar ik dacht door een Tsjech gemaakt. En dat kan je ook echt wel toch ook wel weer afzien hoor. Ik moet zeggen dat die Tsjechen toch ook wel een mooi spul maken nog. Oh, rijdt nou en ik wel een beetje heel erg snel. Moet me ook een klein beetje denken aan de Belgische Ardennen, eerlijk gezegd. Een beetje. Ook met een riviertje zo en dergelijke. Oh, Medeblik is inderdaad een heel mooi voorbeeld inderdaad. Lekker dubbel man. Ja, ook daar zitten we weer een minuut tussen. Alle triggers bij mij. Aarsbergen, Boekelo. Geen idee, die ken ik eigenlijk niet zo echt, heb ik gezegd. Welke is dat? Ja, Apeldoorn Dieren, die ken ik al, ja. Ik ben vroeger echt ziek naar Horen-Middelburg geweest. Ik ben er nooit geweest, daar ook. Om heel dat gedeelte van Noord-Holland ben ik er nooit geweest. Schijn op Gul, heel lang geleden. Ik denk net dat ik er ben geweest toen in het begin, zeg maar. De Bollevelle, ah. Ja, inderdaad, Remy, inderdaad. Scheen op Geul, Simpelveld, Kajarikade. Mooie lijn. Goes, oké. Oké. Ja, daar ben ik trouwens ook nog geweest inderdaad in Veendam. Alleen toen was ja, dan met geen actief op dan met. Maar daar ben ik ook nog wel geweest in Veendam. Alleen helaas nooit over die route heen gereden dan, maar. Dat is ook een hele mooie. We hebben dit stukje nog ongeveer te doen. Hartstikke mooi. Over de hoofdlijn naar Valkenburg. Ja, dat kan kloppen, ja.
Juist, ja. De enige manier waar je lezen. Maar rust, ik denk dat iemand jou even een permission kan geven. Of het allemaal niet gedaan. Laat hem even lekker afbollen, want we mogen hier naar dingen toe. Dus even flink wat water bij je gooien, want 38% water is niet echt handig. Ik heb wel gemerkt dat als je bijna 100% water hebt, kan je bijna heel de route daarmee rijden zonder echt veel tractie te hoeven geven. En ook niet veel kool, want er zit nog eigenlijk op dezelfde presentatie aan kool. Hoe begonnen dus. Oh ja, bijna toch in ieder geval. Tel smel als probaan ook, want dan is het wel kort. Oh, die ken ik dan weer net niet, Jotje. Zo, netjes op tijd naar 20. Kijk, doe eens aan. Komt er gewoon hier iemand door iemand zijn achtertuin heen gekacheld. Of ja. Iets. Cool, er staan gewoon overwegen bootjes. Oh, rustig aan. Mooi knippend geel, wit. Het is inderdaad Zwitserland ben ik achter, want anders waren de overgangen niet zo. Ja, dat is een hele moeilijke naam. Dan kan ik je best adviseren om eventjes naar de rand. Nee, dit is geen fictieve show. kan je best even naar de uitzending eventjes op de Steamgroep kijken. Daar zal alle informatie staan. Het is nog een best lastige naam. Of even naar de route kan ik het ook laten zien. Dat is in ieder geval geen makkelijke naam. Leuk ding. Cool. Mooi. Oh. Waarom? Dat was ook maar een bug. Een soort veldsporen geval. Ah, oké. Okay. Ja, goed gezien, Leonard. Dankjewel voor de benaming. Dat is damp. Nog iets. Nee. Maar goed, zoals ik al zei, het komt na de uitzending sowieso op de Steamgroep. Als je trouwens nog niet gejoind bent op de Steamgroep, vergeet ook even niet te joinen. Daar zie je heel veel informatie over routes en scenario's. Ook scenario's die je gratis kan downloaden, zoals het scenario van Victor. Die zal je dan naar de uitzending dan ook vinden. Tevens zal er ook de YouTube video om 12 uur vannacht van dat scenario ook online komen. Ja, jouw scenario zal straks ook sterk nog. Hij staat al op YouTube. Alleen nou komt hij online. Zeg maar na de uitzending komt alles online. Oh, remmen. Ah, jammer. Jammer, net te laat. Die komt Breda in september. Oh, wat?
Oeh, geen idee, geen idee. Ik zit nu toch te denken van wat heb je eigenlijk voor deze route nodig. Je hebt sowieso de Hagensiege versie 3 nodig. Je hebt sowieso ook de Altenburg naar Wildau nodig. En ik dacht nog eentje, maar ik weet niet zeker. Als hoofdbasis. En dat is het volgens mij wel. Ja, en natuurlijk een heleboel assets van hunzelf. Wij komen ondertussen bijna aan in onze eindbestemming. Ja, en de route zelf natuurlijk, absoluut. Uiteraard. En voilà. Zo. Zijn we een kwartiertje vroeger dan de officiële dienstregeling? De originele dienstregeling doet er 45 minuutjes over. Anyway, oh, ik denk dat de deuren niet goed open gaan hier. En dat we nog iets verder moeten gaan staan. En ik nog maar net netjes voor het dingen stoppen. Anyway. Heel mooi te zien trouwens met dat dingen, terwijl hij geen wielslip aangeeft. Heel mooi. En je weet, de kan nou open? Nee, de deur kan nog niet open. Goed, dat is nog een klein bugje misschien die erin zit. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik vond het zelf in ieder geval een fantastisch mooie route. Wat ik al zeg, nou de uitzending kan je alles terugvinden lezen. Ik vond het in ieder geval fantastisch. Ik hoop dat jij het ook hartstikke leuk vond, Victor. Het is een beetje... Ja, wou ik dit speciaal even aan jou laten zien, dat ik deze had gezien. En